Je t'avola comme aïe magaïe, oh baïe, oh maoué. Ken jij hem ook eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ja, maar ik heb hem niet. Toen ben ik op een dag gewoon aan de bel gegaan en gevraagd van, mag ik binnenkomen? En toen kwam ik in gesprek met Harry en dus de situatie uitgelegd. En toen bleek eigenlijk in de gesprekken dat de Wonne geen goede plek was voor kinderen. Toen ben ik ook doorverwezen naar de Wonne in Glanenbrug. Daar ben ik ook nog geweest. En, maar toen kreeg ik toch een huisje in de stad. Toen ben ik daar dus gaan wonen. Maar ik ben wel elke woensdagmiddag kwam ik dan op de Wonne. Want ik had gevraagd of ik de tuin mocht doen. En dat mocht, want die was vrij verwilderd. En de moestuin was verwilderd. Maar in mijn herinnering waren de dames nog wel streng. En, want ik was heel open en ik stelde ook allerlei vragen aan die mensen die dan verbleven bij jullie. En dat werd eigenlijk niet op prijs gesteld, dus dat mocht ik niet meer doen. Dus eigenlijk vonden ze me maar lastig. Dat was een oudere... Ja, er waren ook mijn oudere dames die daar waren. Ja. En verder allemaal vrouwen, er waren gasten, denk ik. Die zaten allemaal te roken in de kamer. Dus daar was ik ook wel na een kopje koffie snel weer weg. Want buiten was het natuurlijk lekkerder. Ja. Ben jij nou aan het filmen? Ja. Leuk. Ja. En dat andere ding? Dat is... Ze zijn allebei aan het filmen. De een heeft Esther in het vizier en de andere Arnulf. Interessant. Ja. Maar ik vertelde Roderick ook nog dat hij toen heeft verteld van hoe jullie op de Wonne terecht zijn gekomen. Zou je dat nog een keer willen vertellen? Ja, dat was het huis dat stond leeg. Het klooster. Ja. En ik vond het een hele mooie plek voor mensen. Ja. En dat is het toen ook geworden. Eigenlijk heel normaal. Ze kwamen. Mm-hmm. En ze konden blijven. Mm-hmm. Ja. En zo is het geworden wat het geworden is. Ja. Maar het is niet vanzelf gegaan. Hè? De gemeente heeft het niet zomaar gegeven, hè? De gemeente heeft het niet zomaar gegeven. Heeft het nooit gegeven. Want jullie hadden het al gekraakt? We hebben het gekraakt, ja. Mm-hmm. Ja. Dat moest wel. Ja? Dat moest wel, want anders kon je het niet krijgen. Ja, precies. Ja. Samen met je moeder, hè? Ja? Samen met uw moeder. Juist, ja. Ik dat je dat al weet. Ja, dat had je me verteld een keer. Ja, maar dat was ook zo'n bijzonder verhaal. Dat onthoud je dan, hè? Ja. Kom je er nog wel eens? In de Wonne, ja. Zeker één keer per maand. Ja. Dat is niet zoveel, maar... Wat zijn de dingen die u de laatste tijd bezighouden? Kijken. Maar dit is een mooi plekje, hè? Fantastisch plekje. Ja. Ja. Ik denk zelfs dat het klooster er niet meer zou staan als Arnulf het niet had gekraakt destijds. Nee, dat is best mogelijk. Met zijn moeder. Dat is best mogelijk. Ja.
Ik was zaterdag, zat ik op een bankje bij het station. En toen kwam er een jonge man vanaf de trein. Een jaar of 20. En die vertelde in het Engels van dat hij uit Libanon kwam. En dat hij in Hongarije, in de loop van het gesprek werd dat duidelijk, in Hongarije was hij zijn paspoort en hadden ze zijn geld verloren. Dus hij heeft illegaal getraind, helemaal in Nederland. En toen vroeg hij aan mij en degene die ook op bankje zat van, nou, waar kan ik nu naartoe? Want ja, ik wil hier een nieuw leven beginnen, want ik wil hier werken. Nou. Maar dat was heel lastig van, ja, waar stuur je iemand daar naartoe? En toen heb ik ook wel aan de wonnen gedacht, maar wat doet de wonnen er dan mee als dan iemand aan de deur komt? Wordt zo iemand dan weggestuurd? Of doorverwezen? Weinig. Van werk kunnen we niet zo. Dat ze zelf zien te vinden. Ja, maar onderdak? Soms wel. Soms wel, ja. Ja, uiteindelijk hebben we hem verwezen naar de politie. Ik weet niet of dat wel handig was. Denk het niet. Nee. Het is een mooi kruisje wat je hebt. Ja. Hier is er maar één van gemaakt. Die heb ik bij de Mirt gekocht, toen de Mirt. Bij de Jozefkerk, daar is zo'n schuin straatje in. En dat was een vrijwilligersboekhandel, christelijke boekhandel. Oh ja. En af en toe hadden ze leuke aanbiedingen. En toen heb ik deze gekocht. Maar hij is heel scherp, dus ik heb hem heel lang ook weggehangen. Want, maar toen heb ik mijn vorige kruisje weggegeven naar iemand en toen vond ik deze weer terug. Ik dacht, nou, nou doe ik hem om, want dit is het zwaard van de geest. Het is meteen een kruis, maar ook het zwaard van de geest. Mm-hmm. Het zwaard van de geest is het woord van God. Scherpe geest. Ja, tweesnijdend zwaard staat in de Bijbel. En hij heeft ook twee delen, die onderkant. Oh ja. En dan droomt hij dat hij zelf een kikker is in de sloot. En, maar hij zwemt dus in die sloot en hij gaat steeds dieper en dieper en dieper en dieper en dieper. Dus in het Engels een frog. En op het moment dat hij bedenkt van nou, ik ga dat niet redden, komt er een zak met lucht van beneden. En grijpt zich vast aan die zak met lucht en gaat naar de oppervlakte. En dus net op tijd. En dan zegt God van, nou weet je wel wat frog betekent? Nee. Weet je wel wat? Frog. Wat kikker in het Engels. Frog. Oh. F-R-O-G. Wat dat betekent? Zegt hij nee. En toen zei God, fully rely on God. Naar binnen helpen of iemand bellen. Even lekker hier zitten. Tafeltje laten staan even, of ja? Ja hoor. Dankjewel Arnold. Ja, ik vond het fijn dat jullie even gekomen zijn. Ja. Vonden wij ook. Toch? Je hebt een herinnering weer wakker gemaakt. Ja? Ja. Oké. Mooi. Mag ik nog met u bidden? Voor u bidden? Mag ik voor u bidden, voor ik wegga? Tuurlijk.